Beste juf en meester, op school leven we met vele mensen samen en leren we ook nieuwe mensen kennen. Daar zijn we blij om, want zo leren we op een fijne manier omgaan met iedereen. Om goed samen te leven en te werken, moeten we veel en open met elkaar kunnen praten. Daarbij zullen we moeten leren omgaan met onze verschillen en gelijkenissen. Zorgen jullie mee voor de kansen daartoe? Jullie zullen ons uitdagen in verschillende sociale rollen. De ene keer als leider, een andere keer als iemand die de leiding van anderen volgt. Voor elkaar zorgen en zorg aanvaarden zijn dingen die we aldoende zullen ontwikkelen. Wanneer het samenleven al eens minder lukt door ruzie of een meningsverschil, zullen jullie samen met ons op zoek gaan naar goede oplossingen. Dat stelt ons gerust. Voelen mag, voelen moet, voelen doet goed. Wij zijn blij dat jullie daar achter staan. Jullie kunnen ons helpen om steeds beter uit te drukken wat ons binnenin bezighoudt, hoe we ons voelen en welke onze behoeften zijn. Om goed samen te leven, moeten we ons ook kunnen inleven in andere en andere standpunten. Ook dat zullen jullie met ons oefenen. Zo leren we onze eigen grenzen en die van anderen inschatten en respecteren. Doorheen de basisschool ontwikkelen we van peuter tot tiener. Dat gaat gepaard met heel wat veranderingen, zowel lichamelijk als op vlak van voelen en denken. Jullie kunnen met de taal en de informatie aanreiken die helpen om in te schatten wie we op relationele en seksuele vlak zijn en worden. Jong, meisje, man of vrouw, vandaag is dat allemaal niet zo eenvoudig.